Mineralen en spoorelementen zijn van wezenlijk belang voor het goed functioneren van uw veestapel. Ze maken onderdeel uit van veel levensprocessen en van essentiële onderdelen van het lichaam. Zo zijn calcium en fosfor van belang voor de botopbouw en dus voor de skeletontwikkeling van de kalveren. Kobalt is belangrijk voor de werking van de lever en de energiehuishouding. Koper voor de vruchtbaarheid. En sommige mineralen zijn onderdeel van specifieke eiwitten. Voor de keratinevorming in de klauwen zijn meerdere mineralen en sporenelementen nodig. Veel lichaamsfuncties zijn afhankelijk van de mineralen en de sporenelementen. Grote tekorten en overmaten kunnen tot ernstige gezondheidsproblemen leiden en zelfs tot doodgeboorte van de kalveren. Baat het niet, dan schaadt het niet, gaat hier zeker niet op. Een overmaat kan dus even schadelijk zijn als een tekort. Kalveren kunnen in de eerste maanden nog teren op wat ze via de biest hebben meegekregen. Daarna moeten ze al snel voldoende via het voer kunnen opnemen. Hoe weet u nu of uw dieren genoeg mineralen krijgen? U kunt beter niet wachten op de verschijnselen, want dan bent u te laat. Het eerste wat u kan doen is uw kuilen laten analyseren op mineralen en spoorelementen. En niet alleen de eerste snede. Aan de hand daarvan kunt u zien waar zich tekorten en overmaten voor kunnen doen. Een duurzame koe is een goed functionerende en efficiënte koe. Investeer tijd en geld in mineralen. Dat loont.